We moeten niet te zwaar tillen aan de brief van minister Stef Blok. Dat is de reactie van vicepresident Ronnie Brunswijk op het schrijven van de Nederlandse bewindsman. In een brief aan de Tweede Kamer de vorige week heeft minister Blok aangegeven dat de Nederlandse regering geen contact zal onderhouden met vicepresident Brunswijk, behalve als het noodzakelijk is. De brief is niet naar Suriname gestuurd, dus waarom zou ik daarop moeten reageren, vraagt Brunswijk zich af. De president gezegd, laten we niet reageren. Naar Nederland toe of een brief schrijft, dat zou ook gepast zijn, want mijn naam is daar genoemd. Ja. Maar we zeggen, we vinden niet zo, hoe moet ik dat zeggen, dat wanneer de Nederlandse regering een brief naar ons zou sturen, ja, dan zouden we verder reageren. Maar als de pers vragen stelt, dan zullen we ons standpunt gewoon duidelijk geven. Precies wat ik heb gezegd. ABOP heeft bewezen dat tijdens de verkiezing van 25 mei, dat ze een behoorlijk deel van de Surinaamse volk achter zich hebben. En dat de Surinaamse gemeenschap kiest een leider. Niemand anders kiest het. Dat staat in de grondwet, artikel 116, zegt duidelijk wie de regering vormt en wat, hoe die dingen zijn verdeeld. Dus Suriname is een soevereine staat en we hebben ons eigen recht, soevereine recht. En het volk bepaalt wie hun leider moet zijn. Dus dat is het. Maar in ieder geval, ik heb niet zwaar opgenomen. Nederland heeft gezegd, we gaan alleen maar functioneren gesprekken met de vicepresident. En dat vind ik goed. Dat was vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij reageerde vandaag op de inhoud van een brief van de Nederlandse minister Stef Blok. Hij benadrukte dat hij zich helemaal niet beledigd voelt door de brief.